Welkom bij weer een nieuwe training van Healthcenter Hoenderloo. Wat we vandaag doen is een circuittraining voor de lower body. Nou, circuittraining heb je verschillende soorten tijden. Je hebt een werktijd en een rusttijd. De werktijd van vandaag is 40 seconden en de rusttijd is 20 seconden. Wil je het voor jezelf zwaarder maken? Doe je 50 seconden werktijd en 10 seconden rusttijd. 6 verschillende oefeningen. We hebben een front lunge met links en een squat. Front lunge met rechts, met een squat. Vervolgens high knees, hartstikke een beetje omhoog krijgen. Back lunge met links en een squat. Back lunge met rechts en een squat. En weer die high knees. Gaan we weer voordoen. Eerste oefening is de front lunge met mijn linker. Ik wil zeggen dat ik ga staan. Linkerbeen stap ik naar voren. Gewicht heb ik op mijn voorste been. Achterste been gaat recht naar beneden. Bovenlichaam probeer ik boven mijn heup te houden. Naar beneden, stap terug en gelijk weer aan de squat. Linkerbeen, squat. Op het moment dat ik continu laag blijf, dus ook hier laag blijf, hou ik continu spanning op mijn benen. Dat is eigenlijk wat je wil. Dus ik ga niet uitstrekken. Heb ik rust, blijven staan. Dat is oefening 1. Nou, dan heb je de tweede oefening en dat doe ik met mijn rechter eigenlijk precies hetzelfde. Dus naar voren stappen. Naar beneden, terugstappen en een squat. Ga naar de high knees, derde oefening. Hier wil je hartstikke wat omhoog krijgen, dus deze mag je actief en fanatiek uitvoeren. Handen heb ik voor me en ik ga proberen met mijn knieën die handen aan te tikken. Dus niet met mijn handen, met mijn knieën, knieën en mijn handen. Dus kom omhoog, richting mijn handen. High knees. Dan heb ik een back lunge. We hebben net een front lunge gehad, we gaan nu naar de back lunge. We zetten hem naar achter gaan stappen. Linkerbeen, dus ik stap naar achter, naar beneden. Nu ga ik het gewicht op mijn achterste been zetten. Terug, squat. Achterste been, squat. Vervolgens, zelfde oefening, alleen dan met mijn rechterbeen. En dan gaan we weer naar de high knees. Deze oefening doe je 3 tot 4 rondes. Heel veel succes.